Zoals je ziet, zie je de Amsterdamse haven. Hier komen allemaal goederen binnen, zoals elektronische spullen. Die moet eerst gekeurd worden voordat ze de vrachtwagen in kunnen richting de winkels. Bijvoorbeeld PlayStations, PSP's, iPods, telefoons, die komen allemaal hier binnen. En vanaf deze haven kunnen we ook goederen naar het buitenland. Kunnen ook via naar het buitenland gaan. En dat is het. Zoals je kan zien worden hier de producten vervoerd. Zoals afstandsbediening en elektronica, Xbox, telefoons. Ook auto-onderdelen worden hier verkocht voor auto's. Ook hele kleine auto's, speelgoedauto's. Als je hier kunt zien worden ook sinaasappels en voedsel wordt hier vervoerd. En nu ook hele grote pitten. En meerdere soorten pitten. Ook... En dat was het. Zoals je ziet zijn dit boten die vroeger in de haven werkten, voor de Tweede Wereldoorlog. En het is heel leuk om in de haven te werken. Je komt steeds nieuwe mensen tegen. Je komt hele mooie boten tegen waar je foto's mee wilt maken. En je komt allemaal verschillende goederen tegen die je nog nooit hebt gezien. En dat is wel leuk aan het werken van de haven. En dit zijn al die mooie boten die voor de Tweede Wereldoorlog nog bestonden. En die nu helaas... kapot zijn en geen resten meer zijn van gevonden, alleen namaak.